Phasmophobia met... Daar is hij. Het is GeoGuessr. Oh ja. Maar wel Formule 1. Dat begint ook met een F. Phasmophobia trouwens niet, het begint met een P. Van... Phasmophobia. Oké, Formule 1 circuit. Dus dit is overduidelijk... Een pet van iemand? What the fuck? Kijk, een beetje Arabische lantaarnpalen. Ik dacht juist Oostblok. Het ziet er wel lekker weerachtig uit. Ja, dus dat kan niet in het Oostblok of zo. Ze rijden rechts. Hij is niet eens op het circuit, what the fuck? Hij heeft een stepje. Geen idee waar we zijn, Stefan. Of is dit Amerika? Bro, dit is moeilijk. Zijn wel Amerikaanse wagens. Bro. Kentekenplaat. Kom maar, je hebt de Circuit of the America. Ja, maar je kan niet bewegen. Dit is moeilijk. Ik vind het even lastig. Het is wel iets Amerikaans. Dat is in Texas, toch? Circuit of the Americas. Bij Houston in de buurt. Dat durf ik niet te zeggen. Dat is wel echt iets wat jij weet beter dan ik. Ja, hier ergens dan. Als het inderdaad die van Amerika is. Ja, als het die van Amerika niet is, dan weet ik het niet. Het zou ook Brazilië kunnen zijn. Ja? Of Mexico. Heb je ook allemaal Grand Prix? Ja man, moeilijk. Wie weet het? Laat het weten in de comments. Dat is Houston groot, hè? Niet normaal. Welke wil jij voor gaan, Sean? Ja, ik zeg wel Houston. Jij zegt Houston. Ik krijg een Amerika vibe van. Is er ook niet eentje nog ergens anders in Amerika? Of is het alleen Houston? De Grand Prix is in Houston op Circuit of the Americas. Maar je hebt wel in Mexico eentje. En dat is ook Amerika. Dus dezelfde soort weg en zo. Dus Mexico zou kunnen, maar dan gaan we voor Houston. Ik weet niet waar dat circuit ligt, maar het zal wel ergens net buiten de stad liggen. Ja, dat denk ik wel. Fuck it, we doen het daar zo. Dat. Oh, dat is Canada. Of nee? Detroit, daar is helemaal geen... Daar is helemaal geen Formule 1, gast. Ik zie ook helemaal geen circuit. Ik zie inderdaad ook geen circuit. Is dit iets? Wat is dit nou weer? Ik word gewoon genaaid. Wacht even hoor. Detroit Circuit. Oh. Is het een straatcircuit of zo? Ja. Als IndyCar, die is er helemaal niet. Er is geen Grand Prix. Wat een onzin. Of is het dat er misschien ooit een Grand Prix is geweest? Street Circuit. Oké, het is een straatcircuit. Detroit. Tot 88. Jezus. Oh, dus misschien is het gewoon alles. Maar gast, hoe moet je ooit weten welke straat... Of het een straatcircuit was in 1988 die ooit een King of Peace gaat. Dat is toch niet te doen? Dit is wel echt iets wat jou triggert. Nou, ik denk dat we in Houston, Texas staan. Ja, dat weet je dus niet. Het kan ook zijn dat er ergens in Alabama... in 1951 een King of Peace gehouden, blijkbaar. Social distancing. Oh, okay. Dus dit is heel recent. Dit is recent. Dus dat is Houston. Als dit inderdaad Amerika is, dan zal het bij Houston in de buurt zijn. Zou ik gewoon waar jij hem net neerzetten doen? Ja, dat was ergens naar links, denk ik. Zo. Want misschien is het bij Austin in de buurt, ik weet het niet. Florida! Dit is helemaal geen... Het is wel een race circuit. Ja. Maar dit was... Wacht, doe eens op dinges. Florida Grand Prix. Komt er dit jaar een Grand Prix in Miami? Is dit Miami? Is het Miami noemen, voor de gemakkelijkheid? Nee, Miami is hier. Ja, dat zou kunnen. Ja, er is... Ja? Nee. Ja. 8 mei. Wow. Vet. Wist ik niet. Maar bedoelen ze met Miami, bedoelen ze waarschijnlijk dat soort dingen? Ja, dat denk ik wel. Nou, dat wist ik niet. Dit... Hoe het eruit ziet. Dit ziet er wel Arabisch uit. 2020 is dit... Azië, kan ook. Voor het eerst kunnen we bewegen, ja. Wat is dit voor auto? Ga de kwaliteit, zeg. Oh, Chevrolet. Dit is ook weer heel... Is Amerika. 2009. Texas. Stond ergens. Ja? Ja. Oké, dan denk ik in Houston. Val weer. Misschien niet in Houston, maar doe dan eens tussen Austin en Houston in of zo. Dallas. Oké, nou, prima. Hey. Lekker bezig. Nou, doe even een Europese circuit alsjeblieft. Nee, ik denk dat dit alleen maar dingen uit Amerika zijn. Dit is Italië, man. Dit is Italië. Wacht, dat is het circuit. Doe eens in. Is het toch real? Nee. Zandvoort.
Oh, kijk, het staat hier ook. 1950 tot 2020. Ah, ja, okay. Maar wacht, dit is denk ik Italië. Ja. En is het niet... hoe heet die ook alweer, dat circuit in Italië? Die... Gast, weet ik veel. Ze hadden er 3 zelfs gereced de afgelopen keer. Het is niet Monza. Het is niet Monza. Misschien... We doen Imola. We gaan naar Italië en we doen Imola. Italië. Zoom in. Imola. Waar is dat? Gewoon ergens. Beetje midden, of niet? Oh, ik weet niet wel. Het boeit je ook niet meer, hè? Ja, die staat toch nergens op. Dit is Stefan die niet tegen zijn verlies komt. Nee, maar het slaat gewoon ergens op. Ik doe gewoon hier. Florence in de buurt. Het is Portugal! Dat is een man. Waarom zijn al die Ferraris daar dan? Oh, daar ging je op af. Nee, ik dacht dat er Spaanse, Italiaanse teksten stonden op die borden. Maar dat is blijkbaar Portugees. Nou, laat mij maar even kijken, want het gaat niet goed met jou. Hallo! Hey! Wat een tanden! Oké, dit is overduidelijk. Hey, is het niet China? I don't know, man. Oh, Singapore. Of niet? Is dat niet de vlag van Singapore? Dan zou je ook dat hoge gebouw moeten zien staan ergens. Of zit die hier achter? Zie je niet ergens de vorm van het circuit? Je kan er weer niet lopen, hè? Nee, man. Maar China, volgens mij van deze... Dit herinner ik me van China. Ik dacht Singapore, als ik heel eerlijk ben. Ja, dat is wel die vlag, toch? Of niet? Ja. Daar lijkt het wel op. Of Maleisië. Of Maleisië. Dit is de Maleisische vlag. Maleisië. En dan, waar ligt dat dan, hè? Kuala Lumpur. Hier in de buurt, sowieso. Pats. Waar is daar dan? Oké. Okay. Hey, vond je dit een leuke video? Laat het weten. Wil je nog een andere video zien? Klik dan hier. Ik ben er vandoor. Ik schaam me diep. Is het Bahrein, die vlag? De vlag van Bahrein? Ja, kut zo. Wow. Maar wacht even. Het is de vlag van Maleisië. Even in art of... Ja, jij was het gewoon aan het beamen, hoor, Sean. Ja, ik ga uit van jouw expertise. Jij bent hier de F1, man. Wacht, Maleisië. Nee, dat lijkt inderdaad niet op. Singapore misschien. Dit lijkt erop. Okay, zie je wel? Ja, dit lijkt erop. Ja, ik zei dat. Ja. Maar Bahrein, zie je? Ja. Lijkt erop. Ja, daarom was ik in de war. Off guard. Leuke vlag. Heel leuk. Superleuk. Nou, inderdaad. Als je wil zien, klik dan hier. En dan tot de volgende keer. Nee, denk ik niet. Hè. Dat is al klaar. Dit is echt klaar. Ja.